Als iemand mij keihard de vraag stelt, wat is de zin van het leven? Dan kan ik het antwoord geven, nou, dat is heel simpel, dat is 42. Dan kijkt iemand me aan en zegt van, joh, doe mij een lol. Dat is helemaal het antwoord niet. Dus, oh ja, hoe weet je dat? Ik heb opzettelijk dat antwoord 42 gegeven, omdat dat zo karikaturaal is. Maar als je als antwoord geeft, de zin van het leven is om in het hiernamaals gelukkig te worden, dan zouden veel mensen dat accepteren. Maar dat is niet verifieerbaarder dan 42. Welke van die twee antwoorden is nou juist? Hoe moet ik dat bepalen? Dat kan niet. Een zinvraag is onbeantwoordbaar. In die zin dat als je een antwoord geeft, ik niet kan verifiëren of dat het correcte antwoord is of niet. Ik kan wel proberen het correcte antwoord te geven op de vraag, hoe laat zal in Leiden morgen de zon opkomen? Daar kan ik iets voor doen. En als ik je dan zeg 42, en daarmee bedoel ik 42 seconden na 7:30, dan kun jij dat verifiëren. Kijk maar op je horloge. Ah, en als dat niet zo is, dan heb ik er met de muts naar gegooid. Maar dat is iets anders dan het antwoord op een zinvraag. Het antwoord op een zinvraag is niet verifieerbaar en voor mij is het dus betekenisloos.